Er was eens een vlammetje dat een groot vuur werd. Een vuur werd een vuur met een bandje en een biertje, waarna er naast het bandje, een DJ, kindervermaak, entertainment en veel meer biertjes kwamen. We zijn 14 jaar verder sinds de start van ons avontuur. Het avontuur dat Vuurfestival heet. We nemen je de komende minuten mee in ons verhaal dat al je zintuigen zal prikkelen. We gaan terug naar het jaar 2010. Pasen staat voor de Veluwe en daarachter heb je ieder jaar in het teken van een eeuwenoude traditie. Het ontsteken van het paasvuur. In Meddo, bij Winterswijk, was het altijd een van de grootste vuren van de Achterhoek. Maar 10 jaar geleden kwam er plots een eind aan. Het is binnen de muren van jongerencentrum Elkerkie dat de archieven opengaan en het paasvuur van Meddo de ogen groter deed worden. Laten we dit nieuw leven inblazen. Men zei, dit lukt nooit. Maar toch lukt het binnen 3 dagen om een locatie te vinden in een bouwland aan de Gevingweg. De eerste editie duurt slechts 2 uur en het is koud. Toch komen mensen, ondanks het slechte weer, in grote aantallen naar Meddo. Meddo liep gisteravond massaal uit voor een van de grootste paasvuren in de regio. De Achterhoekers bleven jarenlang gestoken van een paasvuur omdat de organisatie geen vergunning meer kreeg van de gemeente. Maar gisteravond werd de traditie een nieuw leven ingeblazen. En de afterparty ontploft. We wisten, dit gaan we groter aanpakken. Het vuurfestival was geboren. In de 2 jaren erop, 2011 en 2012, bouwt het vuurfestival verder. Er komt een tent bij, kindervermaak en een optocht richting het paasvuur. Het evenement is in 2012 al avondvullend, maar droogte dreigt voor het eerst roet in het eten te gooien. BNNVARA komt op bezoek en landelijke media informeert. Ik ben in Meddo en hier is grote crisis, want de paasvuren zijn verboden. Dat is hier een grote traditie. Altijd bij Pasen worden er gigantische bulten gemaakt die dan in de fik gestoken worden. Er wordt natuurlijk veel bier bij gedronken en natuurlijk brommers kieken, dat hoort in de Achterhoek. Maar Achterhoekers zijn ook een beetje koppig. Dus ik denk eigenlijk, maar ik ga het zo meteen vragen aan een paar jongelui, dat dit bultje hier achter mij gewoon de fik in gaat. We gaan het zien. Tot zo. Het is spannend, maar het vuur brandt. Fire! Fire!
2013 staan we met z'n allen op de plek waar we nu staan. Het evenement groeit van 1 naar 2 avondenfeest. Meer vermaak voor kinderen. Meer podia met meer diversiteit aan muziek. En we stellen het paasvuur meer dan ooit centraal middels een openingsceremonie. Het vuurfestival krijgt steeds meer de omvang van een blijvend en waardig festival. In 2014 bouwen we het grootste paasvuur in onze geschiedenis. Het paasvuur tikt bijna de 20 meter aan en wordt gebouwd met een torenkraan. Er wordt maar liefst 3 maanden aan gewerkt om de stapel bij elkaar te krijgen. 3 voetbalvelden vol aan hout. Een mega prestatie. Meer en meer bezoekers vinden hun weg richting ons prachtige festivalterrein. Het vuurfestival blijft van 2015 tot en met 2018 hard groeien. Het paasvuur blijft centraal. En de show, om dit te benadrukken, wordt steeds indrukwekkender. We tikken inmiddels ons 10-jarig bestaan aan in 2019. We hebben een bezoekersrecord. Weer in code rood vanwege droogte. Uitdagingen achter de schermen om het evenement in goede banen te leiden. Maar het team krijgt alles voor elkaar. We zijn trots op dit resultaat en willen door. Niet wetende dat dit voorlopig wel eens de laatste kon zijn. Op 27 februari wordt de eerste Nederlander ziek. Hou alstublieft voldoende afstand van elkaar. Het coronavirus breidt zich nog steeds verder uit en afstand houden kan de verspreiding van het virus verminderen. Blijf alert en volg de aanwijzingen op. Ook onze sterke gezondheid. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Het is 2020, corona in het land. Alle horeca moet dicht, geen contact, niet eens een hand. ZZP'ers in de kaal, festival, waar ben je nou? Met z'n allen hamsteren in de wereld, krijg een douw. Epidemie, taken, alles gaat van elkaar. Epidemie, taken,
Terwijl er een virus in de lucht hing en wij noodgedwongen stilzaten, zorgde veranderende regelgeving voor dusdanig grotere risico's dat we helaas hebben besloten te stoppen. Paasvuur in de Achterhoek zal dit jaar fors minder zijn en dan zijn ze kleiner. Stikstof, veiligheid en regels maken het organiseren van zo'n vuur steeds moeilijker. Tot verdriet van de bouwers. Dit is een goed moment om voor ons in ieder geval dadelijk afscheid te kunnen nemen en om zelf die beslissing te kunnen nemen in plaats van dat een overheid dat doet. Natuurlijk, het doet zeer en het is altijd heel erg leuk. We hebben er zelf heel erg veel plezier aan. En het groeit nog in de jaren. We gaan richting de 10.000 bezoekers ongeveer. Met name de Achterhoek zijn vreugdevuren. Traditie. In 2019 kende de Achterhoek een kleine 200 paasvuren. Van het jaar zakte dat aantal naar 28. Dit jaar zien we dat er tot nu toe nog 59 paasvuren ontheffing zijn gevraagd. In Meadow wordt het eerste hout verzameld voor de bouw van het laatste paasvuur. Ja, het aantal vrijwilligers dat wordt niet meer, want het is gewoon heel veel werk. We hebben besloten eigenlijk om dat we uit onszelf willen kunnen stoppen en niet dat we Achterhoekers zijn teleurgesteld dat er steeds minder vreugdevuren zijn. Het is een mooie traditie, gaat weer iets geworden wat er altijd geweest is. Wij gingen vroeger ook door de kinderen naar klein. Gingen we ook in de auto zitten en gingen we ook niet alleen hier in de buurt staan. Kijk maar, het paasvuur, maar dat was gewoon leuk. Nou, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 2023, nog één keertje dan. We dachten in 2019 nog lang niet te stoppen, maar de realiteit is dat we deze Pasen de grote finale vieren met z'n allen. Wij zijn trots dat jullie hier zijn. Wij zijn trots op alle bedrijven en mensen die ons evenement gesteund hebben. En we zijn bovenal trots op onze holdslippers. Laten we ze er snel voor de allerlaatste keer bij halen. Kijk naar achter en verwelkom onze helden. Thank you.
gaat gebeuren. De tijd is aangebroken om het allerlaatste vuur van het vuurfestival, nu 14 jaar later, nog één keer aan te steken. Slippers, voor de laatste keer. Let it burn. Let it burn. We will arrive. Basel 2024.